Bij innovatieve ideeën zien we eigenlijk dat alles steeds complexer wordt. Zeker op elektronica gebied. Alles moet steeds kleiner, moet steeds sneller, draagbaar. Draagbaar betekent ook dat het lang mee moet op kleine batterijen. Dus het stroomverbruik moet ook zeer minimaal zijn. En dat zijn eigenlijk zaken waar wij ons bij Netransfer mee bezighouden. Jelle, kun je iets van het project laten zien? Als je naar projecten kijkt die wij doen, dat gaat van heel klein, van het automatisch openen van deuren, tot eigenlijk een megaproject in de wereld waarbij meegeholpen wordt om bijvoorbeeld een supercomputer te bouwen die heel laag stroomverbruik moet hebben en waarbij het astronaut het IBM naar de sterren willen kijken of naar het heelal willen kijken om te zien waar de oerknal vandaan komt. En als laatste kun je een 3D-stepmodel plaatsen. Transfer ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van die elektronica. Dat doen wij door het leveren van software. Met Altium Designer kunnen de klanten zelf hun elektronica ontwikkelen. Hebben ze daar de kennis niet voor of de mankracht niet voor, dan kunnen wij ook altijd dat traject uit handen nemen van hun of hun helpen ter ondersteuning van de eigen mensen om elektronica te ontwikkelen. Transfer houdt zich bezig met de productie van de elektronica nadat we de elektronica hebben geïngineerd. In deze ruimte maken we onze eigen producten, we assembleren zelf, we testen zelf en we zorgen dat de producten werkend naar de klant worden afgeleverd. Innovatieve projecten worden voor een groot deel ondersteund door elektronica. Als elektronica niet de core business van een bedrijf is, besteed het dan uit aan derden die daar wel dagelijks mee bezig zijn.